We staan hier bij Aileen de Graaf. Voor de vierde keer pakte jij de titel. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Echt en vooral tegen Bo. Eindelijk weer een keer. Ja. Ja. Je speelt tegen de beste speelster van de wereld. Dan moet zo'n winst nog beter voelen. Ja, zeker. Ik vond over het algemeen wint Bo gewoon vaak voor mij. Dat is makkelijk zat, daar gaan we niet omheen draaien. Maar vooral op dit podium, dan wil ik zo graag winnen. En ik had nu eindelijk een beetje de zenuw onder controle. Vooral die andere Linnen ook. Dan moet je gewoon echt van bijkomen af en toe. Want ik gooi er gewoon wat leuke finishes. En dat geeft zo'n boost. Ja, dan wacht ik even langer bij het tafeltje. Maar ja, dat is dan maar niet anders. Ik merkte aan Bo dat ook zij agressiever speelde. Zij wilde ook echt winnen. Merkte je dat ook op het podium? Het niveau was goed natuurlijk, sowieso. Ja, dat merkte ik echt. Ik moest er een beetje om lachen. Maar mensen zijn fanatiek tegen mij. Ik ben gewoon wel iemand die mijn eigen om moet pakken. Dus zeg van, hé, Donders, kom op. Gooi nou eens even, jongen. Ga nou eens even wat doen. Ja, en dat moet ik gewoon even wat zeggen tegen mij. Zolang ik niet tijdens hun gooi doe, is er niks aan de hand. En als hun er niet tegen kunnen, ja, dat is heel vervelend. Je won het toernooi al 3 keer. Blijft het toch speciaal? Ja, het blijft speciaal. Echt. En vooral tegen Bo. Bo is echt een geweldige speelster. Maar dit publiek is geweldig. Ik bedoel, Bo is geweldig, maar dit publiek, dat blijft geweldig. Echt. Ben je van plan om bij de PDC ook verder te gaan? Om misschien daar ook weer de tv-toernooi te halen voor de vrouwen? Nee, ja. Ik ben bij die PDC Women's Tour. En daar ga ik heel graag heen. Ik vind het echt gewoon een hele lekkere toernooi. 4 weekenden in een weekend. En dat vind ik echt heel lekker. Gewoon in vorm komen. Ik ben een dieseltje, dus ik moet altijd een beetje opstappen. Dus ik ben er blij van dat ik nu lekker heb staan gooien. Maar gewoon echt Q-School gooien of echt verder in de PDC, dat wordt toch lastiger met kinderen. Ik zou zeggen, geniet van je winst. Maak er nog een lekker feestje van. Hey, dankjewel. Ga goed komen.